burst open and mix! Am I losing my mind? He turned into a giant monkey! This is crazy! How do I fight this thing? Word jij in Dragon Ball Sparking Zero ook in elkaar geslagen door een grote aap? Lukt het je niet om verder te komen in de game door die veel te sterke variant van Vegeta? Dan ben je niet de enige. Veel spelers hebben moeite met dit gevecht. Gelukkig weten je vrienden bij IGN precies hoe je de Great Ape Vegeta kunt verslaan. Als je verder komt in Goku's verhaal in Dragon Ball Sparking Zero, is een van de eerste moeilijke tests een gevecht tegen de Saiyan Vegeta. Zodra hij is getransformeerd in een kolossale Great Ape, is de eerste stap om dit gevecht te winnen in leven blijven. Om dat te doen, moet je de drang weerstaan om direct met je vuisten te gaan zwaaien. De Great Ape slaat veel harder dan jij. Hij is te groot om onder de indruk te zijn van de meeste van je aanvallen en zal dwars door je heen slaan als hij de kans krijgt. Blijf dus op afstand en gebruik de hit-and-run tactieken. Afstandsaanvallen zijn je grote vriend in dit gevecht, vooral je Kamehameha. Maar je moet je aanvallen daarnaast ook goed timen. Blijf buiten zijn armbereik, maar niet te ver weg. Vlieg in een cirkel en gebruik de snelle dash om de meeste inkomende aanvallen te ontwijken. Het kan ook helpen om van hoogte te veranderen. Je doel is om hem te verleiden om te schieten en te missen met een beam attack. Blijf hem ontwijken totdat je zeker weet dat je geen schade oploopt en counter dan met je eigen aanval. Vegeta kan een makkelijk doelwit zijn voor je tegenaanval, dus daar moet je vol voor gaan. Wanneer het lukt om hem omver te werpen, krijg je de kans om je ki op te laden voor een volgende grote aanval. Zodra je tenminste één punt in je vaardigheidsmeter hebt, kun je je ki volledig opladen om in sparking mode te gaan. Nu is het tijd om in de aanval te gaan, want de extra kracht van deze vorm zal ervoor zorgen dat Great Ape Vegeta daadwerkelijk onder de indruk raakt. Wat jou weer de kans geeft om misschien een lange combo te landen. Een volledige reeks normale aanvallen uit te voeren tot je tegenstander omvalt. Zodra hij dat doet, maak je het af met een Kamehameha en begin dan meteen opnieuw met opladen. Als je meer punten in je vaardigheidsmeter hebt, kun je proberen om direct weer op te laden voor je sparking. Anders begin je opnieuw om hem heen te cirkelen en zoek je naar een nieuw tegenaanvalmoment. Als je je ki goed beheerst en deze hit-and-run tactieken volhoudt en de drang weerstaat om direct te vechten, tenzij je in sparking mode bent, dan zou het moeten lukken om die Great Ape te verslaan. Of op zijn minst door te gaan naar het volgende hoofdstuk. Weet je nog niet of je Sparking Zero moet kopen? Check dan zeker onze review van de game. En wil je nog meer tips? Dan zit je al goed hier bij IGN.